Hoe staat het met de Nederlandse taalbeheersing? Een beetje koek van huis brengen en daar bij de school. Studentenplagen in Zwolle. Klagen aan mensen die worden in feite bedreigd. En vrouwen worden steeds wispelturiger. Misschien wat lastig vragen. Ja? Ja, klaar? Oh, goed, nee. Toch niet? Oh. Holtebroek in 2009. Een wijk in Zwolle waar de afgelopen jaren veel is verbouwd, dacht een rustig nieuwjaar in te gaan. Maar al snel blijkt het niet het geval te zijn. De bewoners van de Mozartlaan klagen over overlast van de horde studenten van het nieuwe Deltion College. Wat vindt u van de horde studenten die elke dag voorbij trekken om te lunchen bij de C1000? Laat maar lekker lopen, ik vind het wel goed hoor. Ik probeer dan niet in de supermarkt te zijn. Ik vind het niet erg. Ik vind dat... Hoe meer mensen, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, toch? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar verder geen probleem mee heb. Want ik vermijd dat gewoon, deze drukte. Van de nieuwe campus van het Deltion College naar het winkelcentrum van Holtebroek is minder dan 800 meter lopen. Dus veel studenten kiezen om een middagpauze door te brengen in het nieuwe winkelcentrum van Holtebroek. Vooral de C1000 loopt storm. Maar de visboer en de snackbar zijn ook echte trekpleisters voor studenten. Vindt u het ook normaal dat de studenten zich al het afval van zich afgooien? Oh nee, zeker niet. Nee, dat mag niet. Nee, dat vind ik ook niet. Heb je net gezien, hè? Eigenlijk studenten moet niet doen. Nee, nou, volgens mij valt het wel mee, toch? Ja, maar af en toe die buren gaan klagen. Ze gooien die eetvallen in briefjes naar binnen. Ze maken lastige dingen. Daarvoor, ik niet zelf, maar de buren heeft klagen over. Studenten lopen midden over straat, gooien fietsen om, bellen overal aan, urineren in prullenbakken en containers en gooien afval door de brievenbussen heen. Kortom, ze maken er een bende van. Bewoners van de Mozartlaan zijn het beu. Als jullie van de school afkomen, dan nemen jullie de weg naar het winkelplein. En dan schijnt er enorm veel rommel gemaakt te worden en een overlast. Denkt u dan ook dat de conciërge in plaats van de school ook de weg naar de C1000 zouden moeten schoonmaken? Omdat de meesters... Ja, vind ik wel. Zeker niet. Iedereen moest zijn eigen rommel opruimen. Dan zou de wereld er heel wat beter uitzien. Klopt, maar volgens mij wordt het nu gedaan ook al. Hè? Er loopt iemand rond die afval prikt en er zijn afvalbakken geplaatst. Dus het zou fijn zijn als studenten daar hun afval in deponeren in plaats van in onze brievenbus, bijvoorbeeld. Oké, dat komt ook nog wel eens voor? Dat komt ook nog wel eens voor, ja. Ze eten patat en die bak je gewoon in een brievenbus naar binnen. Dat is niet leuke dingen. Hij is niet bij mij geweest, maar bij buren wel. Ja. Denkt u dat er misschien nog iets anders tegen gedaan kan worden? Nou, ik zou zeggen, het is een flinke boete. Meer controle, net als in andere landen. Nou, misschien praten we op school met die studenten, anderen kennen. Elke plaats in de straten veel dingen zitten. Bijvoorbeeld de vuilniszak of plaats voor de rommel. Ik dacht niet dat de conciërge daar aansprakelijk voor gesteld kan worden. Dat geloof ik niet. Nou, als je daar in denkt, ze moet zelf zo schoonmaken. Daar lopen heel veel mensen niet aan in studenten. In samenwerking met de gemeente, Deltion College en de bewoners van de Mozartlaan wordt er gezocht naar een oplossing die uiteindelijk de rust in de Mozartlaan weer terug moet brengen.